Ik zat serieus een half uur te wachten om naar de winkel te gaan. Gewoon, ik had geen zin, ik was lui. Het was koud weer. Het regende niet, maar het was koud, dof, grijs weer. Ik had geen zin om naar de winkel te gaan, dus ik wachtte en ik wachtte. En een half uur later besliste ik om dan toch naar de winkel te gaan. Ik doe mijn kleren aan, ik vertrek. Ik doe mijn garage open. Drie keer hadden we er gebeurd, het begint te regenen. Hiep, hiep, hoera. Fiets naar de winkel, klets nat. Ik koop wat ik nodig heb om een avond te overleven. Pizza's. Zo van die shit. Ik keer terug. Het regent nog altijd. Tuurlijk, wat had je gedacht? Ik kom thuis en echt zonder blijf stopt met regenen. Kijk, kijk. Het is gestopt met regenen. Het is... Wat heb ik verkeerd gedaan? Oké, ik heb gewoon pech en ik hou mijn leven. Maar we gaan beginnen aan de video. Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te liken en dan stuur ik hetzelfde. Maar zo gewoon een duimpje omhoog. Ja, doe jij mij heel groot plezier mee. Ik ben Acid. We gaan beginnen aan de video. Let's go. Als je er iets op tegen hebt, dat ik heel de video lang mijn coole jas ga aanhouden en dat mijn haar lijkt op een echt op een drolletje, ga dan weg. Als je hier bent om te lachen, om te gieren, om te brullen, dan ben je welkom bij de club. Laten we eraan beginnen. Let's fucking go. Yo, YouTube, is er hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Black Ops 3. Ja, wajo. Ja, oké. Zoals jullie in de titel al hebben gelezen, gaan we het vandaag hebben over gescheiden ouders. En dan kan je zeggen, Ace, dat is een serieus onderwerp. What the fuck? Klopt, dat is een serieus onderwerp. Deze match is gedaan toen ik joinde. Sick. Het is een serieus onderwerp. Serieuze video's op mijn kanaal. Dat bestaat niet. Dus we gaan er een leuke video van maken over een serieus onderwerp. Let's go. Misschien is het beter als ik gewoon mijn broek afdoe. Ik heb nu een jas aan, een trui en een t-shirt. En ik zit hier in mijn onderbroek. What the fuck. Zoals jullie allemaal wel weten, of zoals eigenlijk niemand van jullie weet, oké. Mijn ouders zijn gescheiden. Al heel lang, ik heb mijn ouders nooit samen gekend. En dat brengt veel frustraties met zich mee en veel kutte momenten in mijn leven. Maar aan de hele rare kant zitten er ook gewoon positieve dingen aan vastgebonden dat mijn ouders gescheiden zijn. Heel veel kinderen hebben er problemen mee dat hun ouders zijn gescheiden en vinden dat heel kut en shit like that. En daar kan ik me echt volledig in snappen. Ik kan volledig begrijpen dat jullie het kut vinden dat jullie ouders gescheiden zijn. Ik vind het ook niet altijd cool. But hey, zo zit de wereld nu gewoon in elkaar. Mensen komen bij elkaar, mensen gaan weg van elkaar. Oké. De meeste volwassenen vergeten altijd dat als ze scheiden, dat het kind de meeste pijn heeft. Dat het kind gewoon echt geneukt wordt voor de rest van hun leven. Dat is echt zware... Oh shit, kak. Oh baby, een triple. Holy shit. Wow, doe maar al een duimpje omhoog voor deze gekke MLG plays. Kijk, mijn papa is homo, mijn mama is gewoon, ja, zo zijn zij uit elkaar gegaan. Mijn papa had rare shit. Mijn ouders komen nog overeen. Heel raar is om te zeggen. Mijn ouders zijn dus gescheiden, maar ze komen tegelijkertijd ook gewoon nog overeen. Ik denk dat dat iets heel zeldzaam is. En dat niet veel kinderen met gescheiden ouders dat kunnen zeggen. En dat ik gewoon ook heel veel geluk heb dat dat zo is. Holy shit, ik heb mijn orbital V-set. Holy motherfucking macaroni. Holy shit. En ik kan weer onzichtbaar worden. En ik ben nu onzichtbaar. En onzichtbaar. En ja. Dit is mijn beste potje ooit. Dit is het beste potje ooit. Holy fucking shit. En ik ga dood. Oké. Mijn ouders hebben heel mooi afgesproken wanneer ik naar wie ga. Dat is zo maandag, dinsdag, mama, woensdag, papa, donderdag, vrijdag, mama, bla bla. Zoiets, ja, oké. En dat is heel chill. Soms kan ik mijn ouders doodslaan dat ze zijn gescheiden van elkaar. Omdat ik gewoon dan ook moeite ermee heb. Maar op andere momenten, holy shit. Dan ben ik ook gewoon echt gelukkig. Als ik naar een feestje ga bijvoorbeeld, ga ik naar mijn mama. Krijg ik een beetje geld van mijn mama. En dan, ja, ga je normaal naar een feestje. Ik ga erna nog eens naar mijn papa. Zeg dat ik geen geld heb gekregen van mijn mama. En mijn papa. Papa geeft me geld. That's how shit is done. Ik denk dat je dat niet kan doen als je ouders niet gescheiden zijn, want dan vertellen ze alles aan elkaar. Nog iets is dat je er op school eigenlijk echt gewoon heel veel ding aan hebt. Als je huiswerk bent vergeten, zeg je gewoon, ja, mijn map lag nog bij mijn mama en ik was bij mijn papa en En dan kunnen leerkrachten daar bijna niks op zeggen en dan geven ze je gewoon gelijk. Het zijn allemaal dingen die gewone mensen niet kunnen, die in een gewone familie wonen. Maar ik ga zeker niet zeggen dat ik het leuker vind, want ik zou niet liever willen dat mijn ouders samen zijn en dat alles gewoon
leuk één gezin is. Je kan zeggen dat ik twee verschillende levens heb. Een leven bij mijn mama en een leven bij mijn papa. En dat is wel pittig anders. Ook gewoon omdat mijn setup bij mijn mama staat. Dus eigenlijk is mijn huis echt wel gewoon bij mijn mama. En dit was het gekste potje dat ik ooit heb gespeeld. What the fuck? Sick. Ik kan alleen maar video's maken als ik bij mijn mama ben. Dus ik probeer zoveel mogelijk naar mijn mama te gaan. Alles staat hier en ik kan dat niet zo meenemen naar mijn papa. Het kutste aan gescheiden ouders zijn de families die erbij komen nadat het gebeurd is. Je stieffamilie. Ik weet niet waarom, maar ik heb daar niet zo'n goede ervaring mee. Ik vind het gewoon niet zo leuk, shit like that, bla. Ik zie ze ook niet als familie. Het zijn gewoon meer kennissen en vrienden. Snap je? Ik weet niet of iemand mij begrijpt. Ik ken mensen die broer of zus zeggen tegen mensen die een broer of zus helemaal niet zijn. En dan denk ik in mezelf, Ik heb de hersencellen niet om die dingen te begrijpen. Je broer en je zus, dat zijn kinderen van dezelfde mama en de papa. Niet van éénzelfde ouder, niet van twee verschillende, nee, zelfde mama, zelfde papa. Je zegt ook alleen maar mama tegen je eigen mama en alleen maar papa tegen je eigen papa. Dat zijn zo van die dingen die ik meemaak in de maatschappij waarvan ik denk, en dan ja, I don't fucking care. Ik heb veel geluk met mijn gescheiden ouders, maar ik ken ook gewoon mensen van mijn klas, vrienden, die niet zoveel geluk hebben. Ouders die elkaar echt gewoon haten, die in een vechtscheiding zitten en die echt de politie bellen voor de kleinste dingen. Hey, joa, popo's, mijn kind is een minuut laat. Oké, ik wil een rechtbank. Je kan nu zeggen dat het een beetje overdreven is, maar zo gebeurt het echt gewoon. Dat is gewoon de realiteit. Dus aan alle kinderen die mijn video's kijken, die problemen hebben thuis, die gescheiden ouders hebben, of waarvan hun ouders op het punt staan om te scheiden, hou je sterk. Probeer hier zo weinig mogelijk in te mengen. Dat zijn volwassen dingen. Zoals ik in de vorige video al heb gezegd, volwassen mensen zijn fucking kut. Maar dat betekent niet dat jij heel je leven moet laten verzieken door je ouders. Als ze scheiden, probeer er zelf het leukste uit te halen. Probeer je te amuseren, hoe erg het er ook uitziet. En ik denk dat kinderen van gescheiden ouders zelf ook veel meer doorhebben hoe goed het zou zijn dat ze niet scheiden en dat ze hun kind niet in dezelfde shit steken als dat zij erin waren gestoken door hun ouders. Holy shit, dat was even een goede quote. Onthoud die. Als je het niet hebt gehoord, spoel de video even 20 seconden terug en luister het opnieuw. Dames en heren, vonden jullie het een leuke video? Smash dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid, Natta van der Gunst, 16 jaar en ja, tjus. Ja, you. Adios bitches. En dat waren gewoon mijn drie meest gebruikte intro's allemaal achter elkaar. Oké, nog één kill en dan stop ik. Ja, oké. Ja, nu lief ik gewoon. Ja, tjus.